Weer boys van 8 jaar met het BMX Dream Team hier. En dan gaan we naar een van de grote kanshebbers die we morgen mee gaan nemen. Oeh, daar ging het bijna mis met hem. Even op het voorwieltje. Hij was tweede afgelopen jaar in Valkenswaard. Dan hebben we het over Wessel van Dijk. Wessel van Dijk hier op koppositie. Hij is aan het warm draaien vanmorgen. En hij krijgt met zich mee een man uit Nijkerk. En die zijn hier met Joey van der Pol met plaat 52. En daar ook bij Jelle Bokkelman. De plakpunt is helemaal uit Tegelen. Uit het verre Limburg. Verre Limburg op die derde positie. We gaan 5 man meenemen naar de halve finale. En dan ziet het er voorlopig goed uit voor Rinke Hoegema. En ziet het er goed uit voor plaats nummer 67. En dat is Odin Verhoop. Maasje nummer 10, daar kunnen we zo'n volgende kans hebben voorstellen. Dat is Teun Kiefiet. Ook hij deed mee om de titel.